Ik denk dat N-VA een partij is die staat voor warmte in de samenleving. En dit is vooral wat hier gebeurt. Zoveel mensen die, ja, die geld verzamelen, die een actie opzetten. Veelal vanuit hun eigen leed. Maar het is zo mooi dat die mensen dat overstijgen. Ik fietste met iemand die zijn zoon verloren is, 36 jaar. Die man is zich beginnen inzetten voor de genezing van kankerpatiënten om geld te verzamelen daarvoor, om mensen te mobiliseren daarvoor. Het is zo fijn dat je ziet dat mensen dat aankunnen die zeer zwaar verlies geleden hebben. Niks is erger dan je eigen kind verliezen en die dat dan toch omzetten in positieve energie voor de samenleving, voor de genezing, voor bevordering van preventie tegen kanker. Ik denk dat kanker een van de meest voorkomende ziekten is. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft. En daarom is het ook wel belangrijk dat er verder onderzoek naar wordt gedaan en dat wij als N-VA dat steunen. Ik ben ervan overtuigd dat kanker nog beter kan bestreden worden door allerlei maatregelen, door preventie, door gezonder te leven, door te bewegen, maar ook door vroegtijdige detectie. Dit alles draagt daaraan bij en dat natuurlijk de wetenschap evolueert, precies dankzij al die middelen die verzameld worden en dat is mooi. De vraag is eigenlijk vanuit de partij gekomen. Ik heb daar zeker 2 seconden over nagedacht. Het past in mijn agenda, dus dat kwam goed uit. En als je kunt meefietsen met zo'n initiatief als dit, ook samen met de ploeg van de N-VA, dat is natuurlijk iets heel leuks om mee te doen. De afstand is een beetje lang, dus als niet getrainde partijlid was het misschien niet vanzelfsprekend, maar het was toch heel snel dat we mensen vonden die mee wilden fietsen. En blijkbaar is in de partij heel, zijn er heel veel mensen die graag fietsen en veel fietsen. Dus als je in de buik van het peloton zit, zoals ze zeggen, dan is het heel gemakkelijk. Dan rijdt het heel vlot. En er zijn verschillende snelheden. Dus de snelheid van 24 km per uur is denk ik voor iedereen die een klein beetje getraind is, is doenbaar. Ik zag er een beetje tegenop omdat ik nog heel weinig gefietst heb. Ik heb eergisteren op aanraden van een sportarts omgeschakeld van de 27 naar de 24 per uur. Hij zei dat zal een mooie training worden. 27 zal misschien iets te zwaar worden. Ik heb het ook zo ervaren. Ik heb me echt geamuseerd. Het was een snelheid waar je de hele tijd kon babbelen, mensen kon ontmoeten. Dat was vooral interessant voor mij. Ik heb de hele tijd met andere mensen kunnen praten, veel mensen leren kennen. En dat is voor een politicus altijd heel interessant. Ja, ik heb, volgend jaar doe ik het zeker opnieuw. Het was echt leuk, aangenaam. En vooral in zaken mensenkennis, in zaken het leren kennen van persoonlijke verhalen ook, een boeiende ervaring.